Hoi en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb echt 2 minuten geleden besloten om, denk ik, een pashoekje shoplog op te nemen. Ik ga namelijk naar Amersfoort. Ik ben er nog nooit geweest. En ik zou het even vertellen. Ik ga namelijk uit eten bij een nieuw restaurant No Rules in Amsterdam met mijn vader. Maar hij werkt in Utrecht, dus ja, ik woon in Nijverdal, Overijssel, Twente. Dus dat is heel erg om als hij mij moet ophalen. Dus wat hebben we afgesproken, dat ik met de trein naar Amersfoort ga, is 1,5 uur. Maar ik moet er 5:30 zijn. Het is nu, hoe laat is het eigenlijk? 1:30 of zo. En ik verveel me. Dus waarom ga ik niet gewoon al naar Amersfoort? Ga ik lekker de stad in, lekker winkeltjes kijken. Misschien wat kopen en ik neem jullie gezellig mee. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal ga meenemen en wat er allemaal in Amersfoort te beleven is qua winkels. En wat ik ga passen. Blijf even kijken, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en dan gaan we nu richting Amersfoort. Op dit moment draag ik een tasje die er totaal niet bij past bij mijn outfit, maar ik heb een beetje een groter tasje nodig. Maar goed, ik draag deze body van de Zara, jasje, spijkerjasje is van Shein, rokjes ook van Shein, Nicky riempje en de Dr. Martens. Winkel H&M. Het is hier mega druk, maar kijk nou. Dit jurkje, maatje S. Twee van deze topjes, crop topjes in zwart en beige. Dan nog dit pak, echt amazing. In een beige met een ruffle. En deze van de manafdeling, deze blouse, helemaal leuk. Tijd om het te passen. Het is wel echt naar. Er is hier geen stoel of zo. Dus ik kan dit allemaal niet kwijt. Ja, ik moet ophangen. Eerste topje. Het is echt dom, maar ten eerste heb ik een body aan. Geen BH eronder. En een rokje. Dus ik kan het allemaal niet zo goed passen. Echt super dom, maar goed. Ik vind hem wel echt mega leuk, maar nu kun je het niet zo goed zien. Maar gewoon boven een spijkerbroek is het gewoon echt leuk. Heel mooi beige. Hij is 10 euro. Dus ga ik dit meenemen of niet? Dat weet ik nog niet. Beetje moeilijk zien zo, maar goed. Dan het topje in het zwart. En dit is wel echt mega handig om te hebben. Let dus niet op dit. Maar het is een mooi ripstofje. Hij is in maatje S en hij is maar 10 euro. Ik denk dat ik deze wel meeneem. Het is wel handig. Dan de blouse van de mannenafdeling. En die vind ik echt top. Nou ja, niet met dit natuurlijk. Maar gewoon een beetje zo. Los zo. Met een zwart shirtje eronder of zo. Heel erg leuk. Hij is in een maatje M. Bij de mannenafdeling dus. Maar prima. Hij was ook niet kleiner. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Lekker groot. Heel leuk om als jasje zo te dragen. Ik zou hem niet dicht dragen. En hij is 20 euro. Meenemen. Dan deze. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Alleen vind ik hem hier een beetje modelloos. Ik vind het topje namelijk wel echt super cute. Met die ruffels hier. Maar hij is een beetje modelloos ofzo. Hier zit hij ook een beetje gek. Dus nee, dit wordt hem niet. Maar hij is wel cute. Als we dit topje zo hadden. En als hij iets strakker zat. Was hij echt amazing. Maar het had heel leuk kunnen zijn. Maar nee, deze wordt hem niet. Hij is volgens mij 40 euro en ik draag een maatje S. De lengte is trouwens voor mij echt perfect. Dat heb ik nooit. Dus dat is wel echt top. Oh, en ik ben 1,69. Oké, ik heb geen zin om die knoopjes nog dicht te doen en hier. Oh, dit bedoel ik. Want ze gaan de hele tijd open. Je hoeft maar even zo te doen en ze gaan al open. Dus ja, het was heel cute, maar hij springt dus de hele tijd open, die knoopjes. Gewoon met bewegen, dus dat heeft niet heel veel nut. Ik vind de bovenkant wel echt heel mooi met dat pofmoutje. Maar nee, hij springt open. Maatje S en hij is 20 euro, dus dat valt echt mee, maar het is gewoon niet chill. Ik ben nu bij de Bershka aan, het viel me echt een beetje tegen. Het is ook heel druk en heel klein. Dus ik heb dit setje, topje en rokje. Dit beige kroptopje, tanktopje. En dit paarse lila kroptopje. Eerste topje is dit tanktopje. Dit is maatje S, hij is 5,99. Maar ik vind hem een beetje saai. Ja, dat moet ook met dit soort topjes, maar ik vind het niet een mooie zandkleur, zeg maar. Dus nee, dit wordt hem niet. Dan deze paarse. En ik zit me opeens te bedenken, ik heb al zo'n topje van Chiquelle in een paars. Dus dit ga ik sowieso niet meenemen. Maar
Hij lijkt er wel op. Sluit gewoon verder heel mooi aan. Maar ik heb hem al vergeten. Maar ik heb hem al. Dus deze laat ik ook liggen. Dan dit setje. En ik vind hem echt heel leuk. Ik heb het beide in een maatje M. Want ze hadden geen kleiner maatje. Maar zit prima. Topje vind ik heel leuk. Sluit mooi aan. Rokje ook. Je moet het niet zien met een panty. Maar ik ga je zo hem uitdoen. Dus dit. Goede lengte ook. Lekker stretch. Maar ik weet niet of ik het ga doen. Want ik vind het wel een mooi printje. Maar ook een beetje nep of zo. Een nep bloemenprintje. Echt nep. Als je snapt wat ik bedoel. Het setje vind ik wel echt heel leuk. Dus ik twijfel nog. Maar verder zit die echt perfect. Ze zijn trouwens €15,99. Ik hoop dat jullie me verstaan. Het is echt pittig druk. Maar ik denk niet dat ik het doe. Ik twijfel te veel. Maar het setje vind ik wel leuk. Alleen printje vind ik net als te nep of zo. Die staan nu in de kosten. Oh, wat vreselijk licht hier. Eerste truitje wat ik aan heb is een vet leuke sweater. In een zandkleur. Ik weet het. Oh, ik dacht dat er een zak in zat. Oh, wat stom. Ik zit dit zo te doen, maar er zit geen zak in. Ik heb echt wat met zandkleur. Ik weet niet, maar ik vind deze echt geweldig. Het is gewoon een lekker grote sweater. Ze hebben hem alleen in M nog. Dus ja, het is best wel groot, maar ik vind dat echt niet erg. Ik hou daar wel van. En ik denk dat ik er ook een voor mijn vriend ga meenemen, want hij houdt van deze truien. Hij is namelijk heel zacht van binnen. En dit past hij ook wel. Dus ja, super chill. Gewoon een lekkere sweater. Lekker zacht van binnen en verder gewoon top. Heeft de capuchon. En hij is maar €30. Minimum. Dan dit truitje. Deze heeft geen capuchon. Maar deze vind ik zo leuk ook. Het kleurtje ook. Het is een beetje van dat blauw-groen. Hij is ook maar €30. En deze heb ik in de maat S. En die is ook weer heel zacht van binnen. Dus oh, deze vind ik ook leuk. Ga ik dit doen? Het staat wel mooi bij dat blonde haar, vind ik. Andere broek eronder natuurlijk. Ik denk dat ik het wel ga doen. Oeps. Dan neem ik die beige nog een mee voor mijn vriend. Dus twee beige. En deze. Jee, deze is ook maar €30. Vind ik helemaal niet zo duur. Zit echt top. En dan dit leuke blouseje. Oh my god. Ik had gehoopt dat deze me niet stond. Maar hij zit echt te leuk. Beetje weer dat zandkleur. Oeps. En dan met een witte bralet of een zwarte bralet. Nee, witte bralet eronder. Echt super leuk. Mooie pofmouwen. Echt zo'n strandblouseje. Hij is €50 en ik heb een maatje S. Maar ik denk dat ik hem laat liggen, want ik heb echt genoeg van dit blousjes. En topjes, daar heb ik echt genoeg van. Maar het is echt heel leuk. Oh, ik zit nu te denken. Ik heb een nieuw Zara-rokje besteld. En die lijkt hier al heel erg op. Qua kleuren ook. Misschien is dit echt, oh shit, perfecte combi. Maar dat rokje heb ik nu niet mee, dus ik kan niet zien of dat de perfecte kleuren is. Als dat namelijk dezelfde kleur is, dan is het zo'n leuk setje. Nee, ik laat hem liggen. Ik laat hem liggen, ja. Ik neem het Zara-rokje wel een keer mee. En dan hou ik hem hierbij. En als hij dan dezelfde kleur is, dan ga ik hem nog kopen. Maar voor nu laat ik hem liggen. Maar hij is echt heel leuk. Dit is de echte lengte. Maar hier kun je echt hele leuke dingen mee doen. Ja. Ik ben nu bij de Zara en het is hier zo druk. Het is echt overal heel druk. Ik heb een half uur gewacht bij de pashokjes hier. Maar ik heb eindelijk een plekje. Even snel een sneak peek. Dus ik ga dit nu passen. Let niet op de ladder, maar ik ben verliefd op dit broekrokje. Hij zit perfect. Het is een maatje S. En achter ook. Is gewoon helemaal goed. En hij is €20. Ik denk dat ik het wel meeneem. Ik kijk eerst de rest nog even af. Of ik wacht eerst de rest nog even af. Maar ja, dit is toch leuk. Ook met deze body zo. Ik ga nog op vakantie, dus dan is dit echt wel heel erg leuk. Hij is dus zwart met witte bloemetjes en heeft hier zo'n strikje. Super leuk. Dan dit broekrokje heb ik ook in een maatje S, maar ik vind deze niet zo. Hij is ten eerste te strak. Ik krijg hem niet verder dicht. En ja, ik weet niet. Deze rits is trouwens ook niet goed. Heel raar. En hij zit ook een beetje, nou op zich hij zit wel goed, maar ik weet niet, ik vind het printje net niet. Iets te heftig. Maar de broekrokjes zijn hier sowieso wel echt top. En dit is ook een maatje S, dus dat is wel raar dat hij zo strak zit. En deze ook €20, €19,95. Dus ja, nee, deze ga ik niet doen. Dan het witte broekrokje. En die heb ik nu in een S aan, maar ik wil hem in een M. Dus ik pak gewoon eentje langer. Ik heb thuis al deze in het zwart. Dus ik wist al dat ik hem heel leuk zou vinden.
Maar dit is gewoon top. Dus voor vakantie gewoon zo chill. En ik ga dus nog op vakantie, dus... Ja, ik denk dat ik het wel doe. Ik wacht wederom weer eerst even de rest af. Maar deze is ook 20 euro. Hartstikke leuk met zo'n body. Dan deze beige jurk. Het licht is hier heel geel, maar... Ja, is niet anders. Ik heb zo'n topje al in het wit en in het beige. En dus nu zo'n jurk. Maar ik ga het niet doen, want ik vind het gewoon niet zo. Misschien met een riempje dat wel wat meer afmaakt. Maar ik ga het gewoon niet doen. Hij is 15,95 en ik draag een maatje S. Hij is wel echt heel erg leuk. Maar ik vind hem niet zo. Ik denk niet, yeah. Oké, ik denk even de body weg. Maar dit is een blouse. Hij is maatje S. En hij is 20... Nee, ja. 19,95. Maar die heeft echt zeg maar al zo'n knoopdingetje. Dus dit is super chill voor boven rokjes en broekjes. Maar ik denk niet dat ik het doe, want ik heb thuis al best wel wat blouses. Dus dan vind ik het een beetje zonde. Maar ik vind hem wel echt te schattig. Ze hebben echt zoveel leuke dingen hier. Echt. Dus nee, deze laat ik hangen. Maar hij is wel echt mega leuk en handig hier zo. Als laatste dit crop topje. Oh, wat een geluid. Ja, ik heb dus geen BH mee, maar ik zou het sowieso niet met een BH dragen. Maar hij zit bij mij best wel strak. Het is een maatje S. Hij is maar 4,95. Heel mooi blauw kleurtje. Ook leuk boven zo'n wit broekje of zo. Ik denk niet dat ik het doe, want ik heb thuis al best wel veel crop tops. Dus ja, nee, deze laat ik liggen. Oké, deze hele mooie blouse. Helaas, die laat ik. Deze hou ik niet. Deze ga ik in een maatje groter pakken en meenemen. Deze hou ik niet. En deze neem ik ook mee. En deze niet. Het is nu al bijna 5 uur. Ik ga even snel een terrasje pakken, wat drinken halen. En dan moet ik om 5:30 op het station zijn. Want dan is mijn vader er. Dus ik heb veel winkels gehad. Maar voor nu is het mooi zo. Oeh, daar schrok ik van. Ready? We zijn in Amsterdam. Daar is het. Dus daar gaan we nu heen lopen. Wat zei je? Lekker eten! Papa wil erop. We hebben al een beetje gekeken wat we willen, maar... Ja, maar dit is de wijnkaart. Oh, is dat niet eten? Oh, nee. Ik wil... Jij mag niet wijn, ik mag wel wijn. Je achter mij ook allemaal wijn. Wil je hem even goed nemen? Ja, wat is dit? Ginger. Ik heb die stelsdrankjes en die zag ik altijd bij Monica. En ik ga hem nu proeven. Ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje lekker is. Ik heb de raspberry. Zo lekker. Oké. Zit die alcohol in? Ja, er zit alcohol in. Hij is niet heel bijzonder. 4,5%? Oh, dat is niks. Het is gewoon een heel klein beetje prikwater met een lichte kersensmaak. Ik weet het niet. Voorgerechtje, papa heeft de tataar. En ik heb de reuze garnaal. Jammer. Ja, maar het was wel mooi. Tiramisu. Nou, mijn vader die heeft Facebook stories ontdekt en dat gaat helemaal los met die animatie. Oh, midden, hou je die tekst midden op de foto? Oh, dat is niet zo handig. Ja. Nee, dat is top. Hoe doe ik dat veranderen dan? Ja, dan moet je weer verwijderen. Dan moet ik weer verwijderen? Ja, dan moet je weer opnieuw doen. Oh, dat gekhuis. Zo, wat lelijk wit licht hier. Nou, pap, hoe vond je het eten? Was lekker. We hebben goed gegeten. Dat was lekker. Ik had een goed voorgerechtje. En jij had een... Ik had gefrituurde garnalen. Oh ja. En ik had de tartaar. Tartaar. Als pizza had ik gewoon riso pizza. We gingen trouwens eten bij No Rules in Amsterdam. Van die kok. Weet die kok? Jan Boerma. Jacob Jan Boerma. Ja. 3 sterren. We hebben 3 sterren pizza gehad. Gat erop. Ja. Het was gewoon een normale pizza. Nou, het was wel lekker. Ja, het was wel lekker. Het was wel lekker, ja, precies. Nou, dus dat is top. We gaan nu naar huis. Papa brengt me naar huis of naar Sander. En dan blijf ik daar slapen. En dan ga ik morgen weer naar huis en dan ga ik met Lisa. Dus, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik hoop dat jullie de pashokjes shop nog leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als jij hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal en dan... Nou, heel veel duimpjes. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Doei!